Dat is zeg maar echt een invloed waar we rekening mee houden. En dan de toffe toekomst. Ja. Dat zit hem bijvoorbeeld erin dat we nu eindelijk beginnen samen te werken. Oh ja. Dat de verschillende disciplines elkaar weten te vinden. We hebben altijd op het web, om de een of andere bizarre reden, hebben we altijd de watervalmethodiek gehad van samenwerken. Wat eigenlijk neerkomt op absoluut niet samenwerken. We zetten hoge muren tussen alle disciplines in. En daar gooien we onze deliverables overheen. En we praten niet met elkaar. Dat was letterlijk zo. Ja. Ik kreeg altijd Photoshop documenten. Ga me maken. Ja. En dan keek ik ernaar en zei ik, dat kan ik niet maken, want dat is technisch onmogelijk. Precies. Ja, maar dit hebben we verkocht aan de klant, dus het moet. Ja. Ach. Ja, maar het kan niet. Ja, maar het moet. Dus dan achterlijk. Dat is raar inderdaad. Echt. Ja, want we hebben het inderdaad aan de klant laten zien en dus is het plotseling ook de realiteit geworden. Nou, en je ziet nu, zijn we de klant aan het betrekken in het designproces. We zijn de verschillende disciplines. Het gaat nog helemaal niet vanzelf, want we zijn nog gewend om op die watervalmethode te werken. Ja. Maar er gebeurt wel wat, dus dat is heel erg interessant. En er zit ook heel veel uitleg bij. Wat we hebben gemerkt is, af en toe ben je dus bezig zo van, oké, en dan hebben wij een moment dat we gewoon even discussiëren over wat we dan uiteindelijk gaan maken. En zo van, nee, daar is geen tijd voor. Schrijf het maar op wat je wil dat er gaat gebeuren. Weet je, dus mensen zien dat overleg tussen de disciplines om iets waars tofs te maken, dat zien ze dan als overheid af en toe. Of was het denk van, moet dat wel, al die overleggen? Nou ja, kijk, al die overleggen hoeft voor mij nou ook weer niet. Je moet elkaar weten te vinden. Ja, precies. Ja. Je moet juist niet meetings hebben, je moet naast elkaar zitten. En als ik een vraag heb over interactie, dan moet ik dat even vragen aan de jongen die naast me zit of het meisje die naast me zit. Ja, precies. Het is niet, ik wil helemaal niet meer meetings. Tuurlijk niet. Nee. Ja, bij Waterfall had je juist wel meetings. Nee, maar het gaat vooral dat je inderdaad samen zit en zo van, ik zit hier met dit interactieprobleem. Hoe zullen we dat oplossen? Of kunnen we dit nog mooi maken? Of wat gaan we hiermee doen? Ja. En dan is het inderdaad de vraag van aan de klant ook om daar begrip voor te maken. Want we zijn ook een heleboel veel meer dingen aan het uitleggen aan de klant. Nou, en de klant ook aan het betrekken bij het proces. Dat is ook zoiets raars. Ja, inderdaad. Maar dan moet je dus uitleggen wat een draadmodel bijvoorbeeld is. Of hoe je komt tot een ding wat hij dan ook echt begrijpt. Namelijk een website. Ja, maar het toffe is dat klanten vaak heel goed weten. Die kennen hun eigen bedrijf natuurlijk ook veel beter. Ja, dat is waar, ja. Dus dat zijn, die gaan maar naar links trouwens. Die werken dus mee aan het uiteindelijke bouwen van de website. En de kwaliteit van wat we maken is echt enorm verbeterd. Het is echt niet te vergelijken met wat we maken. Het was zo'n crap wat er gemaakt werd. Dat is echt waar. Ja, nou, het was stencilwerk. Ik vond het was ook heel erg toolgericht. Ik vond mijn werk fantastisch en het web fantastisch. Maar ik had een hekel aan de dingen die we maakten. Het was echt slecht. Het was niet web. Nee. En dat is het toffe, dat is nu aan het veranderen. We gaan webdingen maken. We beginnen het web te begrijpen. We beginnen progressive enhancement, zie je dat het ook bij designers begint door te dringen. Van, daar moeten we misschien ook wat mee. Dus echt hoe het web in elkaar zit, dat begint. Dat is al begonnen. Ja. Ja. Denk je dat we als webdesigners, dat we ook meer bezig gaan, meer zullen groeien naar netdesigners? Dus dat het niet alleen maar het internet is, maar dat we ook net als, bijvoorbeeld als we het dan hebben over WebRTC, dat is typisch iets wat een beetje onder de motorkap gebeurt. Ja. Misschien wel op een gegeven moment, misschien rechtdoor. Ja, rechtdoor inderdaad. Je ziet dat blauwe ding daar. Dat is wasstraat. Het wasstraatje. Ah. Heel kleintje. Dus ik merk dat we dus ook dingen aan het, bijvoorbeeld met dat Yammer-protocol, of niet Yammer, hoe heet het nou, joh? Skype? Nee, het chat-protocol, hè? Dus dat je kleine signaaltjes, kleine messages tussen verschillende browsers ook zal uitwisselen. Ja. Via een protocol wat onzichtbaar is voor de kijker, voor de persoon. Oh. Nou, dit wordt een nieuwe experience, jongens.